Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk. Er is iets heel belangrijks gebeurd. De dominante verklaring die ook door wetenschappers lijkt te worden geaccepteerd, lijkt toch niet helemaal te kloppen. Dus er komen dan alternatieve verklaringen. Ja. Op enig moment komt dan, zeg maar, het complot in beeld. Hè? Waarom mensen geloven in complottheorieën. Dat is een thema dat ons zeer boeit. Nou, Jelle Baardmans, het mag toch duidelijk zijn dat ook jij en die hele club waar je natuurlijk bij hoort, ook bij de hele club, de secte hoort. Welke secte? Deze secte, beste mensen. Want waar wij dus 4 jaar geleden slechts bekend werden natuurlijk als de wappies, tegenstanders van de coronapandemie natuurlijk, die terecht grote vraagtekens hadden gezet of hebben gezet bij de gehele gang van zaken natuurlijk, worden wij vervolgens inmiddels door de veiligheidsdiensten nu gezien als de complotdenkers die een groot gevaar vormen voor de democratie. Hoe kan dat? En hoe is dat nu eigenlijk mogelijk? Zou je eigenlijk moeten afvragen natuurlijk. Welke complotverhalen, die over het algemeen natuurlijk als leugens worden beschouwd, zijn er werkelijk eigenlijk in staat om een hele democratie of samenleving te ondermijnen of te bedreigen? Zijn we misschien dan niet al onderhevig aan een complot die dus de samenleving aan het slopen is? Dat is namelijk wel een van dus de gevaarlijke complotgedachtes waar men hier zo angstvallig voor vreest, beste mensen. De Nederlandse samenleving begint natuurlijk eindelijk wakker te worden, maar heeft daarmee ook nog wel een bittere pil te slikken. De misleiding is immers enorm en al vele eeuwen aan de gang. Zo lang al dat de werkelijke herkomst eigenlijk praktisch onmogelijk lijkt te achterhalen. De misleiding omvat inmiddels natuurlijk wel alle aspecten van ons leven. Met vrijwel elke letter die ooit geschreven is of gedrukt is, is nu eenmaal doordrenkt van misleiding en indoctrinatie. Dit heeft ons zo vervreemd van onze oorsprong eigenlijk, dat we vrijwel blind zijn voor dus de ongelofelijke aanwijzingen die we eigenlijk in ons leven tegenkomen. En die ons echt een radicaal anders, maar wel veel meer waarheidsgetrouw beeld schetsen van hoe de zaken werkelijk nu in elkaar steken of zijn verlopen. In plaats daarvan geloven we dus liever en houden we dus eigenlijk religieus vast aan bijvoorbeeld een dwangmatig opgedrongen wetenschappelijk wereldbeeld en een gedetailleerde, niet te wijzige tijdlijn wat betreft de geschiedenis. Nu ben ik zelf natuurlijk helemaal niet aanwezig geweest bij dus de grote evenementen die onze geschiedenis hebben gevormd, maar ik ben wel getuige van hoe onze geschiedenis vandaag de dag natuurlijk gevormd wordt en wat voor waanvoorstellingen ons, het volk, eigenlijk worden aangepraat of worden voorgehouden. 9/11 was voor de meeste mensen destijds natuurlijk de definitieve wake-up call. De coronapandemie tegenwoordig was natuurlijk een grote volgende stap voor deze samensweerders, die overduidelijk vanuit de top van de financiële wereld opereren. Geld is nu eenmaal altijd al en nooit wat en dus niets waard en is ook nooit iets waard geweest. Door eindeloos waardeloos geld te blijven creëren uit het niets hebben ze uiteraard al hun hele Ponzi-fraude gewoon opgeblazen. De wereld zat echter nog wel even vast in de veronderstelling dat dus complotten zogenaamd niet bestaan en dat iedereen gewoon heel erg hard werkt voor een welverdiend loon en ook daarnaast dus een trotse belastingbetaler is of mag zijn, die nu dus wel even collectief bewust is geworden van de werkelijke stand van zaken natuurlijk. Alles ging nu eenmaal dicht en bleef dicht, of je nu financieel gezond was of niet. Het was over en uit. En zo werd je je dus bewust hoeveel controle je nu eigenlijk werkelijk hebt door al je inspanningen en op je vermogen. Je wordt beroofd en of zodanig dus belast dat je uiteindelijk alsnog dus alles kwijt bent. We zitten dus ten eerste en ten onrechte vast in deze financiële piramidescam die dus volledig wordt gefaciliteerd uiteraard door de Nederlandse overheid. Want Nederland staat sowieso aan de basis van wereldwijde financiële zwendel, drugshandel, zie je de opiumoorlogen of de Nederlandse cocaïnefabriek, maar heeft destijds natuurlijk ook gewoon aan de wieg gestaan van internationale beurshandel in aandelen en was destijds natuurlijk ook gewoon verantwoordelijk voor het opblazen en daarmee plunderen van diverse economieën en dergelijke. Nederland is gewoon een verkapte piratenstaat en dat is altijd al zo geweest. Of niet? Daarover later dus meer, beste mensen. Financieel worden wij dus eeuwenlang uitgebuit als de slaven die we zijn. Maar dat is alleen maar mogelijk omdat we nu eenmaal daarvoor geprogrammeerd worden.
en zodanig ook dom blijven en afgeperst worden dat we eigenlijk ook al onze tijd en energie moeten besteden om te overleven in deze scammaatschappij. Je kunt financieel of intellectueel misschien dan boven de rest uitstijgen, maar dit is wel een zeer beheerste en verlammende indoctrinerende weg. In bijvoorbeeld de theoretische wetenschap kun je tot grote hoogte stijgen als je dus in je fundament wel even meegaat met dus de parameters en aannames die dus zo dwangmatig zijn ingesteld. Daarmee wordt dan ook gelijk je carrière een never-ending doolhof van speculatie en teleurstellingen. En blijf je dus vastzitten in reeds verouderde denkbeelden. Maar naast verplichte aannames en gerichte onderzoeksmethoden is ook het wetenschappelijke veld voor ons, de massa, natuurlijk doordrenkt van de meest achterlijke en doorzichtige onzin die ons heel dwangmatig wil vertellen wie, wat en waar wij zijn. Maar door het falen van deze operaties ontstaat er nu eenmaal ernstige twijfels over wat wij nu eenmaal überhaupt moeten geloven of begrijpen. Dan heb ik het natuurlijk onder andere over bijvoorbeeld de NASA of de mensen achter NASA, waarmee we dus eigenlijk ook de bron van de misleiding van vandaag de dag kunnen linken met bijvoorbeeld de gebeurtenissen om en rondom dus de Tweede Wereldoorlog en hierna. Het zogenaamde nieuw geschapen Westen of Europa, zeg maar ook de rest van de wereld, werd het reservaat destijds voor wat het nu dus ook is vandaag de dag. Er zijn zoveel gebieden ook daarnaast waar we niet eens kunnen komen, niet eens mogen komen of überhaupt weten van het bestaan hiervan. Zo groot is de misleiding nu eenmaal wel en zoveel groter is dus ook onze wereld eigenlijk. Zoveel rijker onze geschiedenis. Zo radicaal anders als dat ons dus is verteld, waardoor we het ook bijna ook niet meer kunnen geloven of bevatten wanneer we het eenmaal dan horen. Bijna dan, want de mensheid wordt namelijk wel wakker, beste mensen. En die ontwaking is ook niet meer te stoppen. Die ontwaking onthult ook langzaam, maar zeker, onze ware staat van zijn. En de parasitaire verborgen overheersing die er natuurlijk is en onze ware geschiedenis beheerst en wat dat dan werkelijk is. Het is namelijk wel een geschiedenis vol magie, beste mensen. Als je namelijk onze geschiedenis in één woord zou moeten bevatten, is dat ook pure magie. Van de werkelijke manifestatie van ons bewustzijn en de aard van onze realiteit, tot wat er daadwerkelijk dan heeft plaatsgevonden in het verleden. Wat wij ervaren en meemaken dagelijks is namelijk ook gewoon pure magie. Het woord magie is naar mijn idee echter terug te herleiden naar de oude druïden en daarvoor dus ook weer aan de zogenaamde Magi of Magi. Een van de eerste volkeren in onze wereld wil ik claimen. Naast dus de antieke Nederlanders en of dus Ariërs. De Magi of de Magi zijn de eerste en originele Hebreeën, oftewel heb je ze weer, de Joden, jawel. Deze handelsgedreven gemeenschap zal in de gehele menselijke geschiedenis natuurlijk een zeer invloedrijke rol blijven spelen en door alle tijden heen mee evolueerden. Maar wel dit ten nadele van hen die zich onder deze oppermachtige, geldbelustigde Magi of Magi moeten scharen. Niemand in deze wereld is namelijk daarvoor veilig. Letterlijk, sinds het begin der tijden van onze zogenaamde moderne samenleving zijn alle volkeren wereldwijd onderhevig aan dezelfde kleine kern van machthebbers of families door middel van dus geweld of oorlog, financiële sabotage en of dwang/slavernij. Ook in onze moderne tijd is er dus ook niets veranderd qua verhouding, echter natuurlijk wel dus in de gebruikte methodes. Methodes om een steeds grotere wereldbevolking tot op individueel niveau compleet beheersbaar en tot slaaf te maken. De massa wordt natuurlijk al gezien, zoals we weten, als de zogenaamde useless eaters. Dit terwijl de halve wereld eigenlijk niet eens dagelijks überhaupt iets kan eten, omdat hun land wordt kaalgeplunderd door wederom een kleine corrupte elite in hun land, die er generaties daarvoor al kansloos voor de bijl is gegaan en altijd al werden beheerst door wederom dezelfde verborgen machten. Maar niet langer dus echt verborgen, want inmiddels alles gewoon schandalig in het openbaar. Allemaal voor al of ons te zien. Allemaal voor ons om allemaal te zien. Aan jou dus de taak, of aan mij de taak, of aan ons de taak, om er ook niet langer meer de ogen voor te sluiten, beste mensen. Als al het geld en daarmee onze kansen of mijn kansen dan fake zijn, dan maar ook gelijk maar stoppen met die fake baan. En geef hem dan gewoon ook maar dat fake geld. Het is sowieso altijd te weinig.
Spreek je überhaupt hier tegen deze waanzin hier tegen uit natuurlijk. Hè? Bijvoorbeeld, hè, ik noem maar iets geks, een Madelon Vos met de financiële vlogjes. Financieel expert, zou je kunnen zeggen. En ze heeft ook met haar goed gedrag de afgelopen jaren precies de samenswering vastgelegd. Zoals hij is uitgerold, beste mensen. En heeft dus ook moeten vaststellen dat deze hele financiële game natuurlijk helemaal compleet rigged is of doorgestoken kaart is. Dus het lijkt me logisch, maar goed, ik kan het mis hebben, dat we nu dus vooral dan gaan praten over wie hier nu werkelijk de drijvende factoren zijn en deze processen beheersen en saboteren. En zodoende dus eigenlijk al sinds de oprichting van de Fed, Federal Exchange, de wereldbevolking beroven van hun echte waarde en dat terugbetaald in armoede of begraafd in bombardementen, beste mensen. Het zijn een club criminelen, een samenzwering tegen het volk. En over een mogelijke alternatieve verklaring in de verloop van de geschiedenis, daarover de volgende keer nog zoveel meer. Want Nederland is het centrum geweest van de wereld. Een verborgen geschiedenis, onder andere te lezen in het Oeralinda-boek. Exposing the hidden truths in ancient manuscripts. This is gonna blow your mind. Imagine finding a book that claims you're descended from an ancient, wise civilization that changed the course of history. That's exactly what happened to me with the Oeralinda book. Written in an ancient Frisian script, this 19th century manuscript chronicles a thriving civilization from the time of the flood to the 13th century. It claims the Frisians were the first Europeans, influencing Greeks, Romans, and even Celts. Since its discovery in 1867, it's sparked endless debates. Is it a genuine historical document, a clever hoax, or a literary experiment blurring the lines between fact and fiction? I'm Chris Folgers, not a historian, just a curious reader, captivated by this mysterious book. And guess what? My family name, Folgers, links back to the ancient Frisian families in the book. Intrigued? Let's dive deeper into this mystery together. Section 1, A Whispered Legacy, the Oeralinda Book. Even its name seems to whisper of secrets long forgotten, a chronicle of ancient wisdom, a family history, a potential window into the very dawn of European civilization. This book, passed down through generations of a Frisian family, has captivated me from the moment I first heard its name. It speaks of a time lost to conventional history, of a people navigating cataclysmic floods and societal upheavals. My fascination with the Oeralinda book stems not just from its tantalizing mysteries, but also from the questions it poses about our understanding of the past. Could it be that our neatly constructed historical narratives are missing vital pieces, obscured by time and prejudice? Could this book, dismissed by some as a forgery, hold the key to unlocking a deeper, richer understanding of our collective heritage? The Oeralinda book's journey into the public eye has been fraught with controversy. Ridiculed by some as a hoax, fiercely defended by others as a genuine artifact, it stands as a stark reminder of the power of unconventional ideas to challenge established norms. I, for one, am drawn to these challenges. They are the lifeblood of true exploration, the fertile ground where new perspectives blossom. As I delved deeper into the Oeralinda book, I found myself increasingly captivated by its potential to rewrite our understanding of history. The whispers of the past preserved within its pages beckoned me to listen, to learn, and to share its story with the world. Section 2, The Oeralinda Book, A Controversial History. The Oeralinda Book first emerged from the mists of obscurity in the 19th century. It surfaced within a Dutch family, purportedly passed down through generations as a treasured heirloom. Written in an ancient Frisian language, the book claims to chronicle the history of a people known as the Fryer, seafaring explorers and keepers of a wisdom stretching back millennia. The book's narrative spans an astonishing period, encompassing tales of a lost Atlantis-like civilization, migrations across continents, and the rise and fall of empires. It speaks of a sophisticated understanding of astronomy, law, and social governance, all woven into a captivating tapestry of myth, history, and prophecy.
The book's appearance triggered a storm of controversy. Scholars, linguists, and historians clashed over its authenticity, debating the age of the language, the plausibility of its claims, and the motivations of its proponents. Was it a genuine relic of a forgotten past, or an elaborate hoax perpetrated on a gullible public? Despite decades of scrutiny, the Uera Linda book remains an enigma. Skeptics point to supposed anachronisms and inconsistencies within its pages as proof of its inauthenticity. Yet proponents argue that these alleged flaws are often based on misinterpretations or a lack of understanding of the book's unique historical and cultural context. Section 3, Echoes of Ancestry. As I explored the Uera Linda book, I found myself drawn to it not just as a researcher, but also as an individual with a personal connection to its narrative. The book mentions a family name remarkably similar to my own, a name deeply rooted in Dutch and Frisian history. This discovery sent shivers down my spine. Could it be that my own ancestors walked the same lands, sailed the same seas, and shared the same beliefs as the people described in the Uera Linda book? The thought, though speculative, ignited a fire within me, a desire to uncover the truth hidden within these ancient pages. This personal connection fueled my determination to approach the book with an open mind, to look beyond the skepticism and scorn that have often surrounded it. I felt compelled to delve deeper, to seek out the whispers of truth that might resonate with my own family's past. The Uera Linda book, for me, became more than just an academic pursuit. It transformed into a personal quest for understanding, a journey into the heart of my own heritage. Section 4, The Language of Truth. One of the most compelling arguments for the Uera Linda book's authenticity lies in its use of language. The book is written in a script that bears similarities to ancient Frisian, a language with a rich history but limited written records. Linguistic analysis of the Uera Linda book script reveals complex grammatical structures and vocabulary that are unlikely to have been fabricated in the 19th century. The language itself seems to whisper of an age far older than its supposed date of creation. Critics argue that the language could be a clever imitation, a pastiche of archaic words and phrases cobbled together to create an illusion of antiquity. However, even the most ardent skeptics have been unable to replicate the complexity and internal consistency of the Uera Linda book's language. The book's linguistic idiosyncrasies, far from being evidence of forgery, may actually point to its authenticity. They suggest a deep familiarity with the nuances of ancient Frisian, a mastery of the language that would have been nearly impossible to achieve without access to genuine historical sources.